Dag jongens en meisjes, het is je knul sampletekst op jouw beeldscherm. Ik wou normaal gezien vandaag de Charizard tin openmaken, maar omdat er in de vorige video van vorige week iets ontbrak, denk ik, hè? We hebben bij de premium collections krijg je zo van deze displays om je kaarten in tentoon te stellen, maar er zat geen onderkant bij, buiten dit, en ik betwijfel het, dit past niet samen vind ik, dit is niet mooi. Waarom zouden we zo'n mooie, coole, groene display krijgen en dan een doorzichtige bak om het zo in te zetten? Nee toch? Daarom gaan wij vandaag de Quaquaval Collection openmaken. Als ik hem hier eventjes vind. Jawel hoor. Gewoon om te zien of het wel effectief, of we hier iets bij krijgen als staander. Of dat het gewoon de plastiek is. Want als het de plastiek is, voel ik me echt opgelicht, hè. Het is premium collection. En zo'n plastieke staander, dat vind ik helemaal niet premium. Nee. Dus, Quaquaval, jouw doos gaat kapot. Yes. En dan ga ik gewoon straight naar de achterkant. Want ik wil gewoon zien of het erin zit. Ik wil het zien. Ga open. Kom op. We hebben dit. We hebben dit. Ik zie hier al geen staander bij, jongens. Ik voel me een beetje opgelicht. Maar het is wel mooi. Ik vind het blauw super mooi. Zit hier... Nee. Dit zit er weer bij. Het kan toch niet? Dit kan toch niet? Alleen nu. Dit is toch niet mooi? Dat is toch niet mooi? Ik zie niks anders, hoor. Ik zal het zabiet nog eventjes verder open doen. Maar dit kan toch niet, jongens? Wie heeft er nog zo'n doos opengemaakt? Laat het me weten in de comments. Is dit de bedoeling? Moet het zo? Waarom hebben ze het niet gewoon blauw geverfd? Of blauwe plastic op zijn minst? Met ook dit erop. Dat is toch veel nicer? Nee, we krijgen een plastic ding dat je gewoon kunt buigen. Alleen nu. Bij de Charizard Collection hadden ze het tenminste mooi gedaan. We hebben zo'n blok erbij gekregen daarbij. Ik gebruik het wel niet, maar alleen nu. Het is niet omdat ik het niet gebruik dat het er niet mooi moet uitzien, of wel? Nu, wat zit er nog in deze doos? Natuurlijk een gigantische jumbo kaart van Quaquaval. Zeer mooi, zeer mooi. Wat ik helaas niet had gezien bij de vorige opening van Meowscarada, was hier heel veel witte puntjes. Ja, deze heeft het hier ook wel niet zo fel als de Meowscarada. En hier had de Meowscarada ook een dent. En als je het zo met je vingers eraf gaat, dat voelt echt serieus beschadigd aan. Vind ik niet leuk. Nee. Deze is net ietsjes beter als de Meowscarada, gelukkig. Maar de Meowscarada, ik had het helaas niet gezien in de video, was er een stukje erger aan toe. Dan een shiny Quaxly. Je ziet het bijna niet dat ze shiny zijn. Deze heeft wel een iets andere kleur. Quaxwell. En een... Mijn camera kan het nog altijd niet aan. Nee, de shiny zijn te mooi. Een shiny Quaquaval. En ben jij nu toevallig deze video als allereerste aan het zien? Alsjeblieft, jongen. Deze code is voor jou. Want jij gaat hem waarschijnlijk snipen. Dus, dan kan jij de online game spelen. Want ik speel deze niet. 8 pakjes. Paul Day & Fates. We vliegen er meteen in met een Cerulege packie. Opengescheurd als een wilde man. Dan hebben we een code. En daarachter een Dark Energy. Kom maar op met die Charizard. Kom maar op met die Mew. Kom maar op met die Iono of die God of War. Of gewoon een Baby Shiny. Daar ben ik blij mee. Mankey. In de vorige video zat er toevallig ook gelijk 5 Mankeys. Een Grievert. En we beginnen met niks. Nee, een gewone holo. We hebben nog 7 pakjes te gaan, hoor, jongens. We kunnen nog alles eruit halen. Alles. Baby Shinies. Full Arts. De Illustration Rares. Ze kunnen hier allemaal in zitten, jongens. We gaan nog niet weg. Blijf kijken, want in dit pakje zit misschien iets geweldigs. Weer een Mankey. Flittle. Pikachu. Een rugzak van Nemona. Grablock. Iono. Waar is de grote zus? Iono. Full Arts Trainer. Frigibax. Palafin. Ik heb deze kaart ondertussen al 3 keer. Maar ik vind het nog altijd leuk. De allereerste keer dat ik hem poelde, zei ik... Ik wil een 10, deze kaart 9 keer. 3 en 3. En dan ga ik hem ophangen op mijn kamer. Als we hem 9 keer kunnen vinden, ga ik hem ook effectief doen. Dan ga ik hem zo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 keer ergens ophangen op mijn kamer. En als laatste Arma Rouge. Ik vind het wel jammer, moet ik wel even zeggen, dat de Illustration Rares zo goedkoop zijn. Als een collector
Kijk, ik wil alle kaarten. Maar de prijs van de kaarten, dat geeft nu net iets meer emotionele waarde. Moest deze nu een kaart van 20 euro zijn. Helaas is ze maar 2 euro, ongeveer. Ik heb hem al goedkoper gezien zelfs. Voor 83 cent heb ik hem ook al zien verkopen. Next pack. Weg. Ga weg, Roulette Packy. Nee! Godver! Achteren weggegooid. Ligt op de grond nu. En ik heb ook een beetje kattenhaar hier op mijn trui hangen. Het stoort mij. Ga weg. Oké. Okay. Code. Lightning Energy. Dan draaien we dat pakje gewoon om. We hebben een dik varkentje aan het drinken van een plas water. Execute en een Charcadet. Daarachter is de Ralt. Ik heb al deze kaarten al 1000 keer gezien. Omdat ik deze set al zo vaak heb geopend. Mime Jr. Charmander. En Mimikyu. Ik ga er gewoon een beetje sneller doorgaan. Want hoeveel kaarten zitten er in de gewone set? 91. Dat is niet zoveel. Dat is niet zo heel veel. Alle art komt ook al meestal uit andere sets. Dus ik heb die ook al eens gezien. Dus ja, daar heb ik niet zoveel meer aan. Ik heb alle kunst al 1000 keer bekeken. Ik wil alleen de speciale kaarten. Dus we gaan een beetje sneller door die eerste paar kaarten. Zodat we aan de reverses komen. Barboach. Armarouge. En Armarouge. Ik ben die Armarouge echt beu gezien. Pikachu, kom op. Kom op, Pikachu, kom op. Kom op. Laat me even zo. Ik zal jou even een kusje geven. Laatste camera, kom op. Dan hebben we code. Even scannen maar, alsjeblieft. Dan hebben we energy. Ja. Dan zien we glinsterende dingen. Dat is goed. Dat leek niet op de glinster van een holo. Dat leek op de border van een shiny. Donphan. Clive. En een full art. Nee, Iron Threads gewoon. Een Iron Threads EX. Ik heb zo het gevoel dat na elke Paldean Fates opening we gewoon minder en minder geluk krijgen. Bij de blister packs bleven de shinies maar komen. Bij de ETB's, oh shinies, à volonté. Bij de vorige premium collection zaten ook shinies. Net iets minder wel als bij de ETB en bij de sticker collections. En dan nu heb ik het gevoel dat we nog niks hebben gepoeld. Buiten die EX'en van net. Hebben we al een shiny gepoeld eigenlijk? Nee. Nee, hè? Nee. Die Palafin. Maar dat was een illustration rare. Oh, jongens. Ik zei de Charizard. Het was de Charizard, jongens. Het was hem. Haunter. Primeape. Jammer. Mijn eigen zicht was mij aan het bedriegen. We hebben de Palafin Packie met de code voor de jongens en meisjes thuis. Dan hebben we een Fire Energy. Kom op, ik geloof erin. Ik geloof dat de Fire Energy wil zeggen dat we die Charizard poelen. Magmar, Nemona, Charmander. Kom op. Charmander evolueert in Char. Charmeleon evolueert in. Goed geraden, Charizard. Rare Candy om deze Charmander een leveltje omhoog te doen zodat hij kan evolueren. Jawel. Graplock, nee, dat heeft er niks mee te maken. De Mona's Backpack, er zitten misschien nog een paar rare candies in. Weet je niet, als jij een trainer bent in de Pokémon-wereld, je vindt normaal gezien wel een paar rare candies. En die rare candies gebruik je om deze Charmander, die ondertussen al is geëvolueerd in een Charmeleon, nog een paar keer omhoog te levelen, zodat die kan evolueren in een Charizard. Eevee, ik ga jou echt op je pakken slagen als je hier geen Charizard in geeft. Kilowattrel, dat is een vogel. Grievert, dat is een hond. Noibat, dat is een vogel. En, oh! Paldean student, jawel hoor. Search your deck for a Pokémon that doesn't have a rulebox. En welke Pokémon is dat? Charizard. Dus, Last Pack Magic heeft een Charizard. Geloof me nou maar. Dat was wel echt een nice kaart. Wacht. Daar wil ik nog eventjes naar kijken. Oh! De studentjes van Paldea. Kom op jongens. Geloof er nou echt in. Geloof er eventjes in. Ik geloof erin. Ik geloof in het hart van de kaarten, net als Yu-Gi-Oh. Dan hebben we de code. We hebben Steel Energy. Dan hebben we Noibat! Chimeco. Gastly. Jawel, in de volgende set. Illustration rares van Gengar en Gastly.
en Hunter, denk ik. Van Gasly ben ik zeker, van de rest eigenlijk niet, maar ik zeg het maar gewoon. Mousehold, Iono, Vroom Reverse. Oh, ziet je dat, jongens? Ziet je dat? Kijk. Wacht. Iono. Oh, jongens, ziet je dat? Ik zag wel effectief iets. Wat? Waarom lijkt het effectief op een illustration rare? Waarom? Waarom ben ik opgelicht door mijn eigen ogen? Dat kan toch niet? Dat kan niet. Dude. Kijk. Kijk. Oh, wow. Oh my god, jongens. Kijk die rainbow. Kijk, oh my god. Het lijkt op een illustration rare. Dopamine in mijn hersenen. Pew. En dan een gewone holo. Ongelooflijk. Allemaal jouw schuld, Eevee. Ja, jongens en meisjes, zo zie je maar weer eens. De grootste bedrijven maken de grootste rotzooi. Ik snap het niet dat dit de houder is van dit. Ik snap het niet. Hoe is dit door de controle gegaan? Dit is niet premium. Nee. Dit is cool. Dit, die houder? Nee. Weg ermee. En dan nog iets. We hebben niet eens een baby shiny gepoeld. We hebben deze promos. We hebben een EX. We hebben een full art. We hebben een illustration rare. We hebben gewoon geen baby shiny in deze hele video gepoeld. Dat vind ik een beetje jammer. Maar jongens en meisjes, soms win je wat. Soms verlies je wat. En in deze video hebben we een beetje geld verloren. Dat maakt niet uit, want ik hou van Pokémon. Dames en heren, hebben jullie nu genoten van de video? Laat dan een like achter. Abonneer gerust. En dan zie ik jullie gewoon in de volgende opening van Pokémon kaarten op mijn kanaal, Sample Text Cutie. Jawel hoor. Dames en heren, ciao!